Burgemeester, wat heeft u nu toch gedaan? Ja, vernieuwend hè, Zuidplas. We proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembus te trekken. En vandaag doen we dat door het inrichten van het drive-in stembureau. Wie heeft dit bedacht? Ere wie de eer toekomt, dames van de afdeling onder leiding van Ekkie Blom. Na elke verkiezing en elke stemronde evalueren we het en kijken we ook naar vooruit hoe kunnen we nou zorgen dat we zoveel mogelijk mensen naar de stembus krijgen. En kunnen we zorgen dat het zo gemakkelijk mogelijk voor de mensen gemaakt wordt. Toen kwamen ze met het idee van drive-in stembureau. En vol enthousiasme gaan we daarmee aan de slag vandaag. En vandaag gewoon ook tot 9 uur kan hier gestemd worden? Ja. Net zoals alle andere stembureaus, 7:30 open tot 9 uur. En mensen, gemak die tenminste, met de auto naar binnen, jullie hebben het kunnen zien, stemmen en er weer uit. Je moet nog wel een stemhokje in, dat schrijft de kieswet voor, stemgeheim. Maar het is inderdaad wel een stuk makkelijker dan helemaal je auto parkeren in een woonwijk om te kunnen gaan stemmen. Maar in de auto blijven zitten, de auto als stemhokje, dat mag gewoon wettelijk niet? Nee, in het kader van stemgeheim moet je het in een stemhokje doen, dat schrijft de kieswet voor. En plus, ja, op je stuur met zo'n groot formulier, ik zie hem al door dat papier heen prikken. Daar hadden de dames ook wat bedacht op een stuk boord of iets dergelijks, maar het mocht niet van de kiesraad. Zuidplas op de kaart. Zo is dat. Voor nu, maar vooral voor onze eigen inwoners. Hè? Om de stemmen, de kiezen te verhogen. Het is wel grappig dat ook de landelijke media, naast natuurlijk Omroep Zuidplas die het als eerste bracht, maar de landelijke media hier ook aandacht voor heeft.